Vogue. Hey wel mensen, welkom terug bij een nieuwe aflevering. Vandaag gaan we nog een ritje doen, maar we gaan een snel opdrachtje doen. We gaan er één of twee doen, het is ook te zien hoe ver dat ook is. We doen een van richting Noorwegen, van Denemarken naar Noorwegen. Dus we gaan gewoon een paar ritjes doen, zo te kijken hoeveel dat we gaan verdienen. Hoe meer geld dat we kunnen verdienen, hoe beter. We gaan een ritje doen voor een Renault. Ik wil een GPS, eens kijken. Dus dan laat ik dat openstaan. We staan goed. En de uithang is langs de. En we zijn onderweg, mensen. Ik moet eerst mijn knop goed zetten, want ik vergeet hem maar stop. Nee, vergeet ik het. E en Z. Interieurcamera. We zijn een keer aan het kijken of dat alles goed staat, mensen.
Voilà. We zijn nu weer ritje aan toe. Maar ik heb er niet voor overwegen dat ze zien dat we hen hebben. Ik wil met jullie eerst met deze account zo omhoog trekken, allee, het level omhoog halen. Omdat ik zoiets heb van dat dat heel gemakkelijk is. En we rijden zo voorzichtig mogelijk, mensen. Dat is ons doel. Ik ben benieuwd. Tot nu toe zijn dit. Oh, kijk. Het is geen van dicht. Dat scheelt niet veel. Ja, zoals lawaai hoort dingen is van de vlog van Enzo Knol. Ik ben een fan van hem en Jaroski, want die twee zijn mijn idolen. We zijn zo aan het genieten nu, mensen. Dat is echt niet normaal.
is echt een mooi baantje. Tankstation. Waar kunnen we dat halen? Het is ongeveer 350 kilometer. We rijden. Ja, dat halen we makkelijk. En we gaan dan terugschakelen. Op weg, mensen. We zijn lekker op weg. Woo! I love it. Ik wil sowieso Amber bedanken voor gisteren mijn haar te doen, want het is echt, ik ben super content. We hebben, ja, ik ben, oh fuck, dat wordt boete. Huh? Dat is net rood. Ik, oha, oké. Okay. Mag wel iets realistischer, maar dat heeft niet. We zijn lekker aan het cruisen. We zijn lekker aan het cruisen. Die gaan afslaan. We zijn zo gedanig aan het genieten, mensen. Ik geniet gewoon puur om. Ik ben een echte eurotruck van. Ik ben vooral deze weekend naar een beurs. Niet naar een beurs geweest, maar naar een dingen. Hoe moet ik het zeggen? Een truck meeting. En dat was super zalig, mensen. Echt super zalig. Ja, ik heb er gewoon zo hard van genoten. Dat is zo zalig om te doen. En ja, ik heb ook een vrachtwagen, een kleine miniatuur vrachtwagen gekocht. En ik ben nu een beetje haat het inzamelen, zodanig dat ik het wat kan namaken. Qua kleur en qua livery. Ik weet niet qua velgen, maar ik denk dat ik mijn velgen in het zwart ga doen. Dus ik ben wel benieuwd wat jullie ervan vinden.
En hier is de McDonald's. Ik ga hier naast zetten. Hier op dat bandje mogen we 80 rijden, dus ik ben al super content dat ik wat sneller mag rijden. Nog 277 kilometer doen op een maandje waar je 80 mocht. We zijn zo daarna gaan genieten nu op die boerenwiegeltjes. Oké, al iets te snel. Ik denk dat ik vandaag één rit ga doen. Het kan ook zijn dat ik er twee ga doen. Het is te zien hoe ver dat is. We zijn onderweg naar Kristiansand of zoiets. Nooit van gehoord. Te zien wat ik nog ga doen. Eén rit of twee ritten.
We moeten 10 voor 6 aankomen, dus ik kan er 2 doen als ik wil. Als er een GPS in de vrachtwagen zit, dan krijg ik ook mijn GPS van in de vrachtwagen. Maar als er geen in zit, ligt in deze, ga ik wel deze moeten aandoen. Dus. Ik krijg nu 23 omdat het veel te aan mijn afdaling is. Het is wel een keer regen, dus ik heb wel blij. Sorry dat ik niet veel vertel mensen, want ik ben nu een beetje aan het focussen. Even alles in doorhouden. Opletten met verkeer, zeker met het regen dat we nu hebben. Ik ben blij met het nieuws dat ik vernomen heb. Yeah.
is hier wel een klein beetje tricky, maar dat komt goed. Moeite. Ik denk dat ik er nog eentje ga doen. Lekker. Thank you.
ook gereden. Oké, ga je zien. Controleren. En we halen onze rit weer. Ik moet echt een betere geluidsmond hebben. We rijden nu naar München, naar Keulen. Dat is de kant van de België, als ik me niet vergis. Een ritje van 24 minuten, maar het spel is altijd veel langer dan het eigenlijk is. Een spel heeft 7 uur en 31 minuten en het echt is 24 minuutjes. Ik doe nu even ritjes voor het gebied mijn kleren aan te passen en de vrachtwagen een beetje aan te passen. We mogen niet meer 80, dus ik kan niet sneller rijden dan ik al rijd. En hier moeten we opschuiven. Mag ik niet opschuiven. Lekker 80 per uur rijden. Lekker cruisen. Dat is zo. Ik vind Eurotrucks en American Trucks er zo relaxend. Mensen kunnen, als ik aan het livestreamen ben, de mensen kunnen meekijken, tips geven. Dat is mijn bedoeling. Dat als ik dat speel, is gewoon relax. En zoals je ziet mensen, ik rij letterlijk mijn stuur.
dat ik mijn stuur aan het spelen ben. Dan kom ik ook niet doen, want ik kom perfect toe. Ja, ik kom sowieso toe. We hebben nu een bedrag van 17.000 en een beetje euro. Dus met die 13.000 extra komt het wel goed. Zitten we al ongeveer aan een iets kleine 30.000 euro. Ik zeg wel rond de 30.000 euro. Het kan 35.000 zijn ook, of iets meer. En zoals je ziet, met de promots, dat we de provincies ook zien van waar dat we binnen rijden. En dat maakt het wel wees. Max gewoon lekker aan het cruisen. Ik geniet er zo hard van, mensen. We zijn nu onderweg richting Zurich. Voor als er mensen zijn die tweeten hoe dat ik het uitspreek, hoe ik het moet uitspreken, is het ook goed. Je moet maar laten weten in de reacties. Vergeet sowieso niet te komen kijken de maandag, woensdag en de vrijdag voor de livestreams. Want nu vrijdag, morgen dus. De nieuwe Harry Potter game Hogwarts Legacy gaan we morgen livestreamen. Dus hij staat klaar voor morgen livestreamen te doen. En ik kijk er wel naar uit. Ik zit al lang te wachten op die game. Sinds vorig jaar al. En ik kijk er zo zwaar naar uit. Zo, maar langs de kant is dat zo rustgevend ook. Ja, ik doe wat ik graag doe. En dat is voor mij het belangrijkste. Tijd af. Dus,
We zouden moeten toekomen om 18 uur 16 en het is nu 17 uur 59. Dus we hebben een goede 16 minuutjes ongeveer. Zo relaxed. Oh, het is zo relaxend dat ik er bijna in slaap val, mensen. In het spel moeten we daartoe komen om 4 uur 18. Het is nu zondag 23 uur 34. In het spel. We moeten daar op maandag om 4 uur 18 toe komen. Dus dat is nog 307 kilometer ongeveer nog. Maar we rijden op ons gemakje, lekker cruisen. Ik ben echt niet op mijn gemak aan het chillen. En ondertussen staat er een livestream op van Milan Knol. Ik hou van de familie Knol. En die zijn gewoon een inspiratie. Zoals Enzo, als Milan, als de mama. En waar dat ik ook uiterste respect naar heb, is naar Miron. Ze is zo'n sterke vrouw. Daar kunnen nog veel mensen iets van leren. Dat mag ik. Daar moet ik mijn mening op weten. Hoe staat het met mijn rug? Niet zo goed. Mijn rug, ja. Ze hebben vast, dus ik heb jullie al een keer verteld dat ik een artrose heb en een hernia. Ik heb ondertussen al 4 infiltraties achter de rug. De pijn gaat nog niet weg. Wat ik wel nog kan doen is een ontzenuw ofwel met cortisone. Als dat niet helpt, is de operatie. En dan ben ik wel voor een aantal maanden oud. En revalideren en zo. Maar dan heb ik liever dat ik één keer een operatie moet doen en dat ik een lange tijd wel verder kan. Ook al heb ik last in mijn rug. Maar dan gaan we. Ik kan toch alweer een tijd verder. Ik ga altijd last hebben van artrose, daar mogen we zeker van zijn. Maar die hernia, ik heb het zo lastig in mijn momenten. Hoe dan rijden jullie veel sneller dan mij? Ik mag hier maar 80. Jullie rijden 85 of zo. Voilà. Ik ga wel de GPA's instellen, want dat heb ik nog niet gedaan blijkbaar. Audio. Zet even haast, ja. Het is geselecteerd. Portugees, Pools, Frans. Let's go, girl.
Let's go. Rustgevend, miljard. Hij gaat wachten, want ik moet ver! Hey, what the fuck? Ik zit nog in mijn opname. Ik ben bezig met mijn tweede ritje. Ik ben bijna klaar, ze. Wat? Ja, ik kan een keer James bellen. Ja, ja. Ik ging u bellen achter mijn opname. Ah. Ja, wat moet je mij vertellen, vriend? Niks. Nee? Zijn het zeker? Ja. Ja, nee, dus... Woehoe, nee, weet je van niets? Woehoe, weet van niets? Woehoe, weet van niets, hè? Nee? Ik ga nog niet zeggen dat het, omdat ik in een opname ben, maar ik heb vermoeden wat hij verzwijgt. Dat is echt al genoeg, hè? Je kunt het niet wegsteken. Ik steek het niet weg. Wacht, hè? Zeg je een goede dag tegen mijn kijkers? Hoi. Hoi, hoi. Ja, ik zeg, ik ga nog niet zeggen omdat ik nog aan dingen ben, hè? En een opname. Wacht naar mijn opname. Ik ga het eruit vloepen. Het is van je gezicht te lezen, broer. Nee, hoor. En is je pakketje toegekomen? Broer. Is uw pakketje nog toegekomen voor haar Valentijn? Top. Ja. Top. Ik was al bijna die foto gezien. Oh. Valentijn, ik had wel goed. Ik met die toch voor zekerheid tanken. Ja, ik ga tanken. Ja. Het enige dat ik kan zeggen, nu al, denk ik dat als je weet wat ik ga... Het ligt op puntje van mijn tong om het iets te zeggen, hè. Wat ik denk, maar ik ga het niet doen omdat ik op een opname ben. Ja. En dat is ook puur uit respect voor jullie. Ik ga het maar pas zeggen als jullie bepalen van de wereld mag het weten. Het is wel lief van mij, hè, dat ik zeg van, ja. ik ga het maar pas zeggen als jullie zeggen van heel de wereld mag het weten en dan smijt ik het op, openbaar, hè. Maar.
Ja, nee, jij is daarmee, daarom dat ik nog aan het wachten ben om het te zeggen. Want ik zit nog volop in mijn opname. Ja, ik ben bezig aan mijn laatste ritjes, hè, voor deze opname. Oh, het ligt op mijn punt van mijn tong, hè. Fuck it. Nou, waar denk je dat ik aan het rijden ben, broer? Keulen. Van München naar Keulen. Hij is daar ook het lied aan het spelen. Nou, even geduld, broer. Nog 6 minuten. Weet wat raar is? Ik ben opgestaan met een super goed gevoel vandaag. Ik zeg, het gaat me nog iets overkomen vandaag. En dan stuur ik je dat dan. Dus mijn dag kan al niet meer stuk. Oké, dan houden we links aan, hè. Nog 70 kilometer.
dat ik sowieso doen. Recht blijven. Nog smaller. Get ready to turn left. Turn left. Dus mensen, merci om te kijken. Vergeet sowieso niet te abonneren en te liken op deze video. En volgende week zetten we weer een video. Dus mensen, we zien elkaar later.